Spijbelaars kunnen binnenkort ook in de trein door leerplichtambtenaren worden opgepakt. De gemeente Rotterdam heeft daar vorige week mee proef gedraaid. Leerplichtambtenaren zoeken de spijbelaars nu al op tijdens huisbezoeken, in winkelcentra, op straat en steeds vaker in het openbaar vervoer. Of en wanneer hun werkgebied daadwerkelijk wordt uitgebreid naar de trein hangt af van de resultaten van de proef. De gemeente wil de controle op de trein op korte termijn herhalen. De shorters in de Rotterdamse haven gaan vandaag staken. Ze willen een betere cao. Vorige week voerden de havenwerkers, die lading vastzetten, ook al actie. Behalve de staking van vandaag wordt er ook komend weekend actie gevoerd. Dat is door de vakbond uitgeroepen tot het weekend van de shorter. Ook vandaag is er veel te genieten buiten de deur. Het is stralend zonnig. En dat bij iets hogere temperaturen dan gisteren. Het wordt vanmiddag plaatselijk 10 graden.